Nederland is van oorsprong een bekend handelsland. Al eeuwen bevaart de Nederlandse handelsvloot de wereldzeeën om producten te importeren en exporteren. Een echte handelsnatie die in de Gouden Eeuw een wereldwijde reputatie genoot. Daarvan zien we nog de afspiegeling in de prachtige binnensteden zoals die van Amsterdam. Zoals we dat toen deden, doen we dat nu nog. De haven van Rotterdam is de op één na grootste van de wereld. De luchthaven van Amsterdam heeft een prominente plaats op de wereldranglijst. Nederland is een logistiek knooppunt van vervoer over water, over de weg en door de lucht. Het land is de poort van Europa. Nederland is zeer internationaal georiënteerd. Nederlanders spreken de talen van hun handelspartners. Door de grote agrarische kennis, de vruchtbare grond, de kwaliteit en de handelsgeest zet Nederland zijn agrarische producten af over de gehele wereld. Al is het land maar klein, van noord naar zuid meet het circa 300 kilometer en van oost naar west circa 200 kilometer. Het is groot in de wereld als het gaat om agrarische producten. Nederland staat bekend om zijn kennis van agrotechnologie. Dat geldt zowel voor plantaardige producten als voor dierlijke producten, zoals vee, vlees, pluimveevlees en eieren. Van al het vlees van pluimvee, varkens, kalveren en runderen gaat zo'n driekwart de grens over. Ook levend vee is gewild in het buitenland. Van alle Nederlandse varkens gaat een groot deel naar het buitenland. 40% van de varkens gaat de grens over. De overige 60% wordt in Nederland verwerkt. Nederland is de grootste exporteur van eieren ter wereld. Daarnaast is Nederland de belangrijke producent van uitgangsmateriaal. Bijvoorbeeld voor de fokkerij en de veehouderij in andere landen. Nederland is gewend datgene te produceren wat door afnemers in alle verschillende landen wordt verlangd. Een dichtbevolkt land moet efficiënt omgaan met zijn ruimte. De melkveehouderij gebruikt de vruchtbare weiden. Op de dijken houden de schapen en lammeren het gras mooi kort, terwijl de overige soorten vee vaak in stallen bij huis worden gehuisvest. Nederlandse veehouders zijn goed opgeleide, vooruitstrevende ondernemers. In Nederland zijn veel gespecialiseerde bedrijven die maar één bepaalde diersoort houden. Op stal heeft de veehouder een goede controle op de groei, gezondheid en welzijn van zijn dieren. Bovendien is het houden van dieren in een gecontroleerd stalklimaat efficiënter en beter voor het milieu. Door deze strak ingerichte veehouderij is Nederland een van 's werelds belangrijkste producenten van vee, vlees en eieren. Behalve aan de expertise van de veehouders dankt Nederland zijn positie op de wereldranglijst aan een professioneel en innovatief bedrijfsleven, een goed georganiseerde overheid en een vooruitstrevende aanpak op het gebied van onderzoek en wetenschap. Verschillende brancheorganisaties zetten zich in voor de belangen van de vee-, vlees- en eiersector. Daarnaast kent Nederland nog een ander uniek type organisatie, het productschap. Een productschap voert taken uit ter ondersteuning van het bedrijfsleven. Taken die de bedrijven of hun brancheorganisaties niet zelf of niet alleen kunnen uitvoeren. Het productschap is een samenwerkingsverband van werkgevers en werknemers uit alle geledingen van de sector. In het belang van de gehele sector.
Een productschap heeft van de overheid de bevoegdheid gekregen wettelijke, verplichte regels op te stellen voor het bedrijfsleven. Ook kan een productschap een verplichte bijdrage, een heffing vragen van ondernemers in de sector. Daarmee worden activiteiten gefinancierd waarmee de belangen van de gehele sector worden gediend. Bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteit of dierziektepreventie. De bevoegdheden worden gebruikt als werkgevers en werknemers dat wensen. Ze maken namelijk deel uit van de productschapsbesturen en commissies en beslissen mee over de taken en de financiering. Het werkgebied van de productschappen strekt zich uit over alle schakels van de productieketen, vanaf het land tot aan de klant. Het productschap vee en vlees omvat de runder, varkens, kalver, schapen en geitenketen. Het productschap pluimvee en eieren omvat de productieketen van pluimvee, eieren en pluimveevlees, konijnen en pelsdieren. De collectieve taken van beide productschappen liggen op het gebied van diergezondheid, preventie en bestrijding van dierziektes, arbeid, het borgen van voedselveiligheid en kwaliteit, het initiëren en financieren van onderzoek en het steeds verder verhogen van de professionaliteit van de sector. De productschappen ondersteunen zo het bedrijfsleven. Ze effenen de paden waarop de bedrijven nationaal en internationaal succesvol kunnen ondernemen. De productschappen zijn de initiatiefnemers van het Nederlandse kwaliteitssysteem IKB, de integrale ketenbeheersing. Nederland kwam als eerste in de EU met een dergelijk systeem. Doel ervan is garanties te kunnen geven over de kwaliteit, voedselveiligheid, herkomst en manier van produceren. Een andere productschapstaak is het onderhouden van contacten met overheden en organisaties in exportlanden buiten de Europese Unie. Dit is belangrijk voor de Nederlandse exportpositie. Zo wordt gezorgd dat de exporterende bedrijven weten aan welke specifieke veterinaire wensen van de afnemerlanden moet worden voldaan. Een productieketen waarbij zoveel mensen, bedrijven en organisaties betrokken zijn, kan alleen functioneren met een perfect systeem van nauwkeurige procedures en controles. Dankzij een sluitende keten van alle productieschakels en een feilloos tracking en tracing systeem heeft Nederland een unieke positie in de wereld als betrouwbare leverancier van hoogwaardige dierlijke producten. De productiewijze in Nederland is transparant en er worden garanties afgegeven, van schakel naar schakel. Ook het systeem van tracking en tracing wordt weer gecontroleerd, onder meer door de keuringsdienst van de overheid, de Voedsel- en Warenautoriteit. Bij de productie van vee, vlees, pluimveevlees en eieren zijn vier grote maatschappelijke thema's van belang. Voedselveiligheid, voedselkwaliteit, diergezondheid en dierenwelzijn. Deze thema's zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en ze oefenen invloed uit op elkaar. Tracking en tracing is de rode draad die alles met elkaar verbindt en zorgt voor samenhang, transparantie, veiligheid en kwaliteit. Aan de hand van de codes op de verpakking is precies na te gaan van welke dieren het vlees afkomstig is. Hier leidt het spoor naar een Nederlandse kalverslachterij. Nederland is wereldwijd een van de belangrijkste leveranciers van kwaliteitskalfsvlees. Elk karkas of deel daarvan heeft een unieke code. Deze is gekoppeld aan het oormerk van het kalf. Ieder dier heeft vanaf zijn geboorte een eigen, unieke code. In de kalverhouderij voorziet het identificatie- en registratiesysteem in informatie, waar het dier is geboren en van welke runderen het afstamt. Via dit INR-systeem is de hele levensloop vastgelegd. Zo is ook exact bekend wat het dier heeft gegeten en wat de gezondheidsstatus is. Al deze gegevens worden centraal geregistreerd in een databank. Zodra de kalveren bij de slachterij binnenkomen, wordt het oormerk gescand. Tijdens het proces van slachten en verwerken blijft de code op het vlees van het dier aanwezig. Op die manier kunnen waterdichte garanties worden afgegeven met betrekking tot de voedselveiligheid. Om de voedselveiligheid te garanderen
worden ook op de bedrijven diverse controles gehouden door onafhankelijke instanties. In de kalversector bijvoorbeeld vangen controleurs de urine op van kalveren om te controleren op verboden of ongewenste stoffen. Ook is er controle op het gebruik en de registratie van geneesmiddelen zoals antibiotica, zowel op het bedrijf als in de slachterij. Dit om te voorkomen dat de resten in het eindproduct achterblijven, maar ook om resistentieontwikkeling tegen te gaan of om misbruik op te sporen. Dergelijke controles vinden in alle sectoren plaats. Ook bij varkensvlees is de voedselveiligheid gewaarborgd via het systeem van tracking en tracing en INR. Nederland is een grote producent van varkensvlees en varkensvleesproducten. Een belangrijk aspect bij de garanties op het gebied van voedselveiligheid is hygiëne. Niet alleen op de varkensbedrijven, ook in de slachterij, de uitsnijderij en de centrale slagerij worden strenge hygiëneprocedures gevolgd. De eiersector heeft eveneens een beproefd tracking- en tracing-systeem. Via de code op de verpakking en op het ei zelf is precies te achterhalen waar het ei vandaan komt. Uit welk land, van welke boerderij, uit welke stal en hoe de leghennen daar worden gehouden. Net zoals de andere veehouderijsectoren kent de pluimveebranche een registratiesysteem. Via dit koppelinformatiesysteem pluimvee, het KIP-systeem, is precies bekend waar de dieren vandaan zijn gekomen. Vanaf de broederijen en fokbedrijven worden alle koppels dieren en hun verplaatsingen geregistreerd. Zo kunnen bijvoorbeeld in het geval van een calamiteit of een ziekte razendsnel maatregelen worden genomen. In alle schakels van de keten vinden steeds controles plaats. Daarnaast wordt in verschillende sectoren gebruik gemaakt van formulieren met voedselketeninformatie. Op dit VKI-formulier wordt informatie over leeftijd, medicijngebruik en dergelijke ingevuld. De veehouder zendt dit van tevoren naar de slachterij, zodat die meteen beschikt over alle gegevens. De Voedsel- en Warenautoriteit, VWA, ziet daar, als controleinstantie van de overheid, op zijn beurt weer op toe.